Hey, goedemorgen. Ik had bijna mijn boot gemist, joh. Ik was niet te laat opgestaan of whatever, maar ik was gewoon met Gabi aan het praten. Die was bij mij blijven slapen omdat ze nog één dagje hier moest en haar vriendinnen waren al naar Thailand gegaan. Dus ik zei, joh, kom gewoon bij mij slapen. Ik heb je kamer toch al betaald en ik heb een extra bed. Maakt niet zoveel uit. Oh man, ik ga dit water zo erg missen. Het is echt een van de meest prachtige wateren die ik ooit heb gezien. Ik wou echt dat ik hier nog een week langer had kunnen blijven. Zie je echt amazing. Yeah, ik heb de bus gehaald. Check hoe chill het weer is. Met zo'n voetensteuntje. Alles. Awesome. Dit is beter dan business class vliegen. Ik heb gehoord dat de rit naartoe 7 of 8 uur duurt. Geen idee. Het zou eigenlijk 5 uur moeten duren. We gaan het zien. Dit ziet er wel vrij cool uit zo over de brug. Hier is het raam verduisterd, maar het is wel dope. Oh wauw, check wat een vet mooie moskee. Daar. Lijkt wel alsof ik naar Disneyland ga, joh. Wow, ik dacht eventjes dat mijn bus weg was. Ik had even snacks gekocht, waar ze stopten bij een tankstation. En ik liep naar buiten en die bus was dus weg. Ik dacht, nee, dit kan me gewoon niet gebeuren. Maar gelukkig stond er zeg maar een parkeerplaats om de hoek. En daar staan we nu geparkeerd. We hebben blijkbaar 45 minuten rusttijd. Maar ik durf de bus niet meer uit. Ik blijf hier wel chillen. Oké, ik ben toch de bus uitgegaan. Ik dacht dat er misschien een food court was. En toen dacht ik, oh nee, ja, maar daar moet ik dan wel weer. Mijn honger is altijd groter dan mijn angst. Even kijken of ik hier het kan eten. Yeah, gelukt. Lekkere boontjes gevonden. Ik weet niet wat het is. Hieronder zit vis. Nog een eitje. Top. En we rijden weer. Deze bus is zo relaxed. I just can't. Overal zie je palmbomen langs de weg. En ja, gewoon bomen en bergen en dat soort dingen. Echt een heel leuk uitzicht. Maar dat is maar goed ook. Want we moeten nog 256 kilometer afleggen naar Kuala Lumpur. Op deze weg. En hier mag je maar 70 kilometer per uur. En ja, onze chauffeur houdt zich ook echt aan die snelheid. Geen gekke toestanden of whatever. Oké, misschien moet ik dat afkloppen. Check dit. Hoe vet is dit? Die grote berg. Het doet me echt een beetje denken aan Krabi trouwens. Wauw. Het weer is niet echt heel chill meer. We zijn er bijna. We staan vast in echt een keiharde file. Ik denk dat we nu al een half uur hebben gedaan over zo'n kort stukje. Dit gaat wel even duren. Ik heb oprecht geen idee waar deze bus naartoe gaat. Ik dacht eerst dat hij naar het station ging van waar ik was vertrokken, naar Penang. Maar daar ging hij niet heen. Toen dacht ik Kuala Lumpur Centraal, daar gaat hij dus ook niet heen. Daar is hij ook voorbij. This is going to be interesting. Oké, we zijn hier uitgespuugd bij de bus terminal. Ik ga zo meteen hier naar boven. En vanaf hier kan je dus een trein pakken naar Kuala Lumpur Centraal en vanaf daar weer naar Chinatown. Oeh, dit ziet er wel echt heel mooi uit. En de andere kant. Kuala Lumpur is echt heel mooi. Ik ben echt zo aan het rommelen met de metro's. Ik had eerst een vrouw gevraagd van, joh, hoe kom ik bij Kuala Lumpur Centraal? Toen zei ze, nou, dan moet je de metro aan de rechterkant pakken. Ze hebben dus geen kaarten op het metrostation. Ging die kant op, dacht ik dat ik de verkeerde kant op ging. Overgestapt naar zeg maar, de andere kant van die metro. Bleek dus dat de verkeerde kant was. Dus die vrouw had het gewoon goed gezegd. Nu ben ik weer veel te ver gegaan. Ik ben weer helemaal terug. Doei! En het is 8 uur. Yes, gevonden. Ik weet weer welke kant ik op moet. En dat is deze kant. Yay, ik ben weer aangekomen in hetzelfde guesthouse als waar ik eerder in Kuala Lumpur verbleef. Ik vond het super chill hier, dus ik dacht, ja, ik ga gewoon hier terug. Ik heb hier een relaxe kamer. Oh, het eerste op de planning in Kuala Lumpur. Eten. Zo maken ze dus die dunne pannenkoekjes. Kijk nou. Hoe vet. Zie je aan zijn hand hoe groot het is? Het is echt huge. Oeh, dat is volgens mij iets van martelbak ofzo. Gaat hem draaien? Zie ik daar? Ja. Oh, misschien net iets te vroeg. Het is wel awesome. Het is vrij laat en dit is het enige wat ik in de buurt nog kon krijgen. Rijst, medaal en ik krijg zo meteen nog een gebakken ei en als het goed is nog gemberthee. Ik ben kapot. Morgen wordt een chille dag. OMG. Ze hebben dus ook toy food. Van die dingen die je moet maken. Ik zit echt... Ik wil het allemaal. Kijk nou. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten.